De wereld zit vol met nette mensen, maar ook met slechte, die op elk moment een misdaad kunnen plegen. De overvaller! Help! Grijp hem! Ik ben een detective. Waar ging hij heen? Die kant op! Stop! Je staat onder arrest. Wat? Waar heb je het over? Probeer niet te ontsnappen aan het recht. Je hebt de verkeerde te pakken. De overvaller rennen de andere kant op. Wat? Dat kan niet waar zijn. Wat een schande. Wat een goede dag. Dat belooft niet veel goeds. Hey, stop! Het is een goede zaak dat detective Jacob altijd bereid is te werken voor gerechtigheid en de wet. Eindelijk heb ik je. U heeft het recht om te zwijgen. Ik wil een advocaat. Maar wat te doen als de arme regisseur niet eens geld heeft voor simpele handboeien? Laat me met rust! Auw! Maar terwijl de arme regisseur nadenkt over hoe hij de overvaller kan vastbinden, gaat hij er als een konijn vandoor. Wacht, waar ga je heen? Ik heb je al gearresteerd, dat is niet eerlijk. Loop weg! Weer pech. Dit is een nachtmerrie. Je stuurde me weer naar een vreselijke producent. Hoe durft hij? Dit is zo'n tragedie. Ik kan het nog steeds niet geloven. Maak je geen zorgen, we zullen je helpen de moordenaar te vinden. We hebben enkel je getuigenis nodig. Laten we eens kijken wat hier gebeurd is. Een magisch vergrootglas dat gebeurtenissen uit het verleden laat zien? Rijke detectives hebben hun eigen onderzoeksmethode. Ja, dus zo was het. Oh, hij was nog zo jong. Oh, ik leen je bril wel om het incident te onderzoeken. Op klaarlichte dag dingen afpakken. Het spijt me, maar ik moet u vragen met mij mee te gaan. U wordt verdacht van moord op uw cliënt. Laten we gaan. De arme regisseur Jacob wil zijn rijke collega niet bijbenen en probeert haar methodes te volgen. Maar om het bewijs te zien en te begrijpen wat er is gebeurd, moet hij in plaats van een koel vergrootglas een gewone bril gebruiken. Hier komt de eerste aanwijzing. Ik zal deze misdaad zeker oplossen. Jacob moet de wetten van de natuurkunde onthouden als hij zijn vergrootglas gebruikt. We zullen je helpen. Breng de verdachte binnen. De identificatie van een misdadiger is de meest voorkomende procedure voor regisseurs. Het enige wat overblijft is dat het slachtoffer de dader aanwijst. Kijk recht vooruit. Zie je tussen deze mensen de man die je beroofd heeft? Nou, wat willen ze van me? Hoe ben ik hier eigenlijk binnengekomen? Ik hoop dat ze ons tenminste wat te eten geven straks. Jammer genoeg kan ik die overvaller niet vinden onder hen. Ben je zeker? Hé, wat is er? Heb je al besloten wie de boef is? Hij is het! Die kerel met de hoed is degene die mijn boterham heeft gestolen. Houd meneer Jacob tegen. Gek! Ik herkende hem meteen. Er moet een vergissing zijn. Abonneer je op ons kanaal. Ja, kom binnen. Detective Jacob tot uw dienst, meneer. Ik riep je hier om je nieuwe partner voor te stellen. Dit is regisseur Ethan. Maar waarom heb ik een partner nodig? Dat is niet aan de orde. Hij krijgt vandaag een badge. Maar hoe komt dat? Oh, geweldig. Dank u. Wil je me een hand geven? Nee, gedraag je niet als een kind. Dat is niet eerlijk. Dat is het. Je kunt gaan. Laat me met rust. Als je geld hebt, is een lunch bestaande uit veel donuts gebruikelijk. Een echte detective moet goed eten, zodat zijn hersenen energie hebben om te werken. Arme Jacob daarentegen kan alleen maar dromen van die zoete, melige lekkernijen. Natuurlijk, als je collega ze zo smakelijk opeet. Het is respectloos naar mij. Ik zit eindelijk vol. Ik ga de documenten halen. Hij is weg. Dit is mijn kans. Ik doe toch niets illegaals? Heerlijk. Ik hoop dat niemand het merkt. Hey donutmaniak, realiseer je hoe raar je er nu uitziet? Nou, op zijn minst opruimen. Laten we via de hoofdingang naar binnen gaan. Dat verwacht de dader niet. Laten we de tijd controleren. Het is 3:40. Nou, er is nog tijd. En dat is het horloge? Wat maakt het ook uit? Laten we gaan! Realiseer je hoe belangrijk het is in ons werk om op tijd te zijn? Wat als ik er niet ben? Wie dan? Misschien de criminelen? Wat als ze dan al weg zijn? Je beseft toch dat dat niet serieus is? Zo, 4 uur. Het is tijd om te gaan. En trouwens, is het mijn schuld dat ik geen geld heb voor een gewoon horloge? Soms wordt er gebruik gemaakt van de diensten van detectives door mensen die erg belangrijk zijn en rijk zijn. Hallo, ik heb je hulp nodig. Hoe kunnen wij u helpen? Oh, zie je, ik heb de liefde van mijn leven verloren. Mijn geliefde diamanten ring. Ik kan niet leven zonder. We hebben je en we zullen alles doen wat we kunnen. Wow, weet je, ik betaal $1 miljoen. Ik zal je vermissen juwelen vinden, juffrouw. Nee, ik doe het. Voor zo'n groot bedrag zal elke detective zo'n deductie gebruiken dat zelfs Sherlock Holmes jaloers zou zijn. Ik was de hele nacht op, maar ik heb je ring toch gevonden. Ik heb ook niet zitten niksen en ik heb ook iets meegenomen. Kijk maar eens. Oh, dat is het. Dat was niet moeilijk. Daar, net zoals ik beloofde. We zijn terug samen. Wat is die stank? Jacobs succes in deze zaak is even verschrikkelijk als de stank van zijn ontdekking. Nou vriend, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Kun je in detail beschrijven wat er hier gebeurd is? Ik herinner me niets. En ik moet naar huis om mijn vissen te voeren. Dan zal dit misschien je geheugen opfrissen? Ja, die twee verlieten het café en begonnen ruzie te maken over of de thee of de koffie beter smaakte. En daar is het allemaal begonnen. Wacht, 1 seconde. Mijn vriend heeft het ook allemaal gezien. Vraag het hem. Hey Ellen, vertel het hem. Ik liep gewoon langs en dan zie ik dit vreselijke gevecht. De rijke detective weet zeker hoe hij zelfs de meest stille getuigen aan het praten krijgt. Bedankt voor je bijdrage aan het onderzoek. Voor rechercheur Jacob liggen de zaken door geldgebrek iets anders. Hallo, ik heb uw hulp nodig. Politie? Ik weet van niets. Ik heb niets gedaan en ik heb niets gezien. Wij willen niets met u te maken hebben. Alleen wat informatie. Hij heeft normaal eten. Geef me dat, ik wil het ook. We hebben niets gezien. Ga uit onze buurt. Tot ziens. Hey, deel met mij. Kom op, ga hier weg. Dit is een mislukking. Ze hebben zelfs de chips meegenomen. Ik moet de plaats delict eens goed bekijken. Waar zou ik een aanwijzing kunnen vinden? Dat stof ziet er erg verdacht uit. Ik denk dat het bewijsmateriaal is. Ik moet het melden aan mijn partner. Dat is vreemd. Waarom neemt hij niet op? Ik heb hem zelfs mijn oude smartphone geleend omdat hij geen eigen had. Wat is er met rechercheur Jacob gebeurd dat hij de telefoon niet opneemt? Hé, mooi meisje. Je hebt mijn hart gestolen. Hé, Dr. Watson, cosplayer. Ik heb je 25 keer gebeld en je nam niet op. We zullen de oude communicatiemethode moeten gebruiken. Waarom is hij zo nerveus? Ik hoop dat dit helpt. Hallo, kun je me horen? Ik hoor je prima. Ik ga elk verdacht detail beschrijven. En jij zorgt ervoor dat je alles onthoudt. Ik luister en jij beschrijft. Ik denk dat ik sporen zie die naar de kast leiden. Oh, wat is dat? Ik denk dat ik een idee heb. Hallo? Hey Jacob! Blijkbaar is communiceren via kopjes ook niet de meest betrouwbare methode. Hallo, Ethan? Dit is mijn kans om mijn talent met iemand te delen. Yo, het is James. Wat vind je van mijn beat? Yo, en dat is Jacob. En ik praat door de beker. Detective Jacob is misschien niet oplettend genoeg als hij aan het werk is. Maar hij heeft in ieder geval veel talent. De directeur van het detectivebureau klaagt niet over het leven. Een hoog salaris, oude tanden, ingelicht met juwelen. Behalve dat het eten soms tussen zijn tanden blijft steken. En dat kan hem gaan vervelen. Diamanten tand, ik zal rijk zijn. Het is hier stijlvol. Oh, er is geen reden om het te bedreigen met een stok. Nou, open je mond. Breder. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Ja, daar is de plaats delict. Juffrouw, u gaat met mij mee. Ik ben eigenlijk een undercover detective. Is dit een soort grap? Geen grapjes, je wordt verdacht van moord. Daar zijn ze, de zoete extraatjes van mijn job. Geef me tenminste een koekje. Hé dame, handen thuis. Ik deel niet met criminelen. Dat is jouw fout. Vond je onze video leuk? Like hem dan. Abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot ziens!